bedankt dat je even de tijd neemt. Ja. Misschien is het handig om allereerst te beginnen wat inderdaad uw rol was binnen de werkgroep en een beetje wat vertellen over de achtergrond van de organisatie voordat we echt over de werkgroep gaan praten. Ja, ik ben ouderenpsycholoog. Sinds 1990 ongeveer werkzaam in de ouderenzorg. En vanaf het begin meteen in de zorg voor mensen met dementie. Dus dat is een hele tijd. Ik heb hier bij Florence eigenlijk altijd klinisch werk gedaan. Dat wil zeggen direct werk met mensen met dementie en hun familie. Dat doe ik ook nog steeds voor een aantal uren. Want dat wil ik niet missen, want zo... Dus fijn werk en zo hou je ook goed voeling met je eigenlijke vak. En daarnaast heb ik een heleboel dingen daaromheen gedaan. Waaronder de laatste 7 jaar was ik lector psychogeriatrie aan de Haagse Hogeschool. Daar deden we praktijkgericht onderzoek, onderwijsontwikkeling, kennisprogramma's maken. Ik ben hoofdredacteur van Denkbeeld. Dat is het vaktijdschrift over dementie in Nederland. En ik ben, voor de helft van de tijd ben ik zelfstandig, doe ik allemaal projecten in binnen- en buitenland. Dus dat is wat ik doe, dus ik zit echt midden in de zorg voor mensen met dementie. En de rol binnen de werkgroep? Nou ja, ze hebben vanuit de werkgroep hebben ze geprobeerd om een brede groep mensen samen te stellen. Dus dan moet je voorstellen, specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, verpleegkundige, maar ook mantelzorgers voor mensen met dementie, case managers. En ze hebben aan die mensen gevraagd om advies op te stellen over het grote vraagstuk voor de toekomst. Hoe houden we mensen met dementie erbij? Hoe includeren we ze? Want een grote groep mensen en een groeiende groep mensen, dat is een belangrijke vraag. En daar liepen al allerlei programma's en daar komen steeds programma's bij, ook vanuit de overheid gestuurd, om dat doel te bereiken. Dus de minister heeft die werkgroep ingesteld, de staatssecretaris Van Rijn in die tijd, de werkgroep ingesteld om te adviseren van wat zijn nu kansrijke aanknopingspunten. En daar heeft die werkgroep 11 speerpunten geformuleerd en daaruit een keuze gemaakt. 2 daaruit die volgens de werkgroep de grootste kans bieden om in relatief korte tijd iets te bereiken. Oké. Het ging er vooral voornamelijk over dementievriendelijke samenleving, dat is een beetje doel. Wanneer denkt u dat zoiets behaald is? Dat is een proces. Ja. Hè? Dat kun je niet zeggen wanneer het behaald is. Het is een proces. En het is zo, alles dat buiten het normale loopt, zo zou je kunnen zeggen, ja. Loopt ook de kans om genegeerd te worden, om het een beetje zwart-wit te zeggen. Nu is het in ieder geval zo dat de beeldvorming over dementie bij het grote publiek is echt zeer eenzijdig. Ja. Het publiek heeft eigenlijk het idee dat als je dement bent, dan ben je een soort lege huls. Dan zit je in een verpleeghuis, dan kun je niks meer, dan ken je je familie niet meer, maar dat is niet waar. Ja. Dementie is een proces. Dat proces duurt gemiddeld, die ziekte, 8 jaar. Dat is gemiddeld, hè. Dus in een individueel geval kun je helemaal niks zeggen. En van die 8 jaar gemiddeld woonden de mensen de eerste 7 jaar thuis. Ja. Met hun partner, zonder hun partner. Alles komt voor. En pas op het laatst, want het is in de regel een progressieve ziekte, die dus erger wordt. Op het laatst komen mensen in het verpleeghuis terecht als het thuis echt niet meer gaat. Ja. Dus in het verpleeghuis zie je de mensen in het eindstadium. Nou, dat is het beeld dat mensen van dementie hebben, maar dat is niet waar. Ja. En dat moet echt worden aangepakt. Ja. En wanneer zou je dan tevreden zijn? Of wat zou je graag zien daarin? Een dementievriendelijke samenleving
Dat is een vrij groot begrip natuurlijk. Dat is een groot begrip. Nou ja, als er meer kennis is over dementie, zoals nu ook gebeurt, winkelpersoneel en overheidspersoneel getraind is om te gaan met mensen die wat achteruit gaan. Vooral ook als in de samenleving familie, buren hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Mm-hmm. Dat als jij in de straat iemand hebt wonen met dementie, ja, dat je met elkaar iets doet om die persoon te helpen, om hem erbij te houden. Ja. Dat zouden de dingen zijn die je wilt bereiken. Ja. Ja, en wanneer dat af is, dat is nooit af, denk ik. Okay. Ja, maar er valt een wereld te winnen. En u zei net al dat schrikbeeld dat vrij negatief is. Waar komt dat vandaan? Nou ja, dat is ingewikkeld. Eén belangrijke term wat dat betreft is framing. Dat komt uit de reclame. Dat kennen we allemaal, hè. Grote zak chips waarop staat 35% vetvrij. Ja. Nou, je weet wat dat betekent, hè. Dat is ernstig, hè. Of in de Telegraaf. Asielhoppersinvasie. Over asielzoekers. Ja, ja. Hoppen. Invasie. Invasie heeft de connotatie... Ja, een militaire bezetting, ja, als het ware. Het slaat nergens op, hè. Maar dat doet wat. Taal is belangrijk. Framing is belangrijk, hè. In de buitenwereld wordt nog gesproken over demente mensen. Ja. Dementerende mensen. Dementen. Dat is eigenlijk heel raar. Niemand bedoelt daar iets kwaads mee. Nee. Hè? Maar we zeggen ook niet kankerende mensen, nee, of kankerenden. Dat zeggen we niet. Het zijn mensen met dementie. Dat is belangrijk. Het is niet alleen taal. Het gaat om het begrip. Mensen met dementie zijn gewoon mensen als jij en ik. Met dezelfde behoeften. En die op dezelfde manier functioneren. Alleen komt daar een ernstige aandoening bij. Maar jouw ouders gaan dement worden. Je grootouders gaan dement worden. Niet gezegd. Maar de kans is groot. Hè, want de levensverwachting die gaat rap naar boven de 85. Ja. En boven de 85 heb je al 20-25% kans om dement te worden. En boven de 90 40% kans. Ja. Dus het gaat in je familie zeker gebeuren, dus je krijgt ermee te maken. Ja. Dus die framing die is ernstig. En nou, bij dementie, daar is wel onderzoek naar gedaan, komt die framing, dat is heel verrassend, komt bijvoorbeeld uit het militaire bedrijf. Okay. Bijvoorbeeld, we moeten de strijd aanbinden met dementie. Een strijd die je kennelijk kunt winnen of verliezen. Ja. Niet het geval. Invasie, wordt ook wel over gesproken. Of over uit het medische bedrijf. Dementie, de nieuwe epidemie. Ja. Ja, dat is ook onzin. Het is geen besmettelijke ziekte. Nee. Of zelfs uit het criminele bedrijf. Komt als een dief in de nacht. Berooft je van je verstandelijke vermogens. Ja. Zie je? Dat zijn verkeerde frames. Ja. En een goed frame zou zijn bijvoorbeeld de gemeenschap. Een club, bij wijze van spreken. Waar allerlei mensen lid van zijn en die je daarbij wil houden. Zo gezegd. Dat zou mooi zijn. Nou, er komen andere dingen bij. Hè? We gaan straks ook praten over jongeren. Ik geef bijvoorbeeld nogal eens les over het onderwerp intimiteit in de betekenis van verbondenheid. Mm-hmm. Intimiteit en in het verlengde daarvan seksualiteit bij ouderen en bij mensen met dementie. Nou, hoe oud ben jij? 21. Yeah. Wat stel jij je voor van seks tussen 80-jarige mensen? Dat is een hele goede vraag. Ja. Niet zo heel veel. Nee. Als ik jou een stukje film zou laten zien van een vrijpartij, geacteerd, mm-hmm, maar goed geacteerd en met goede smaak in beeld gebracht. Een vrijpartij van 2 80-jarigen op de vloer van het appartement van de man. Je ziet alles. Hoe zou je daar naar kijken, denk je? Wat zou je emotionele reactie zijn? Toch een beetje afkeer, denk ik. Ja. Meer negatief dan positief. Ja, zo is dat. Hè? Ik laat dat soort beelden bijvoorbeeld zien aan jonge mensen. Bijvoorbeeld mensen van jouw studie, maar ook geneeskundestudenten. Mm-hmm. En dat zijn mensen van jouw leeftijd of iets ouder. Dan krijg je 2 reacties. Dat is of inderdaad wat jij beschrijft, afkeer, gegil, gelach.
Ofwel, die mensen heb je ook, die zeggen, oh, ik vind het eigenlijk wel mooi, ik vind het eigenlijk wel ontroerend. Die reactie kun je ook voorstellen. Ja. Dat is net zo'n bezopen reactie als dat je het vies vindt. Want ga maar na, als je precies dezelfde scène zou zien die je gewend bent, bijvoorbeeld in bioscoopfilms, en dat zijn altijd mooie jonge acteurs, nooit is iemand met een bochel of één been, of blind en doof, dat zijn ook mensen. Hè? Dus je bent ja, geïndoctrineerd, zou je kunnen zeggen, met die beelden. Dus de beelden van jongeren, van jou, van je collega, nee, ik generaliseer even wat, dat ken jullie natuurlijk niet, over ouderen, die zijn verkeerd. Dat kan ook niet anders. Want je bent zelf niet oud. Je weet niet wat het is om dat te zijn. Ja. En je wordt... Ja, hier in het Westen is zo'n beetje de top van het mens zijn als je jouw leeftijd hebt. Weet je wel? Nee, dat is het. Ja. Terwijl, ik heb hier een collega... Laat dit maar niet zien. Ik heb hier een collega... die begint als psycholoog. Nou, die jongen die is 24. Die doet zijn best. Ja. Maar dat is een kind. Ja. Zo zie ik het. Dat is een beetje overdreven gezegd. Ja. Maar dat wil ik maar zeggen van... Ja, je kunt op je 24e geen goede psycholoog zijn. Dat bestaat niet. Ja, je kunt wel een vak hebben geleerd. Ja. Maar je wordt natuurlijk, en dat zal voor jullie ook gelden... als jij over 20 jaar dit vak doet... ben je beter in je vak dan nu. Dat kan niet anders. Hè? Nee, maar zo is dat. Dus oud worden is zeker ook verval. Natuurlijk, dat is zo. Maar ouder worden is ook groeien. Is ook beter worden in bepaalde dingen. Ja. Ik ben een veel betere psycholoog dan 30 jaar geleden. Ja. Hè? Dus dat beeld dat moet worden bijgesteld. Ook ten aanzien van mensen met dementie. Ja. Oké, en het zijn al jongeren, dat is dan de doelgroep. Maar wat is dat specifiek? Jongeren is natuurlijk ook nog een... Vrij groot begrip, is dat een bepaalde leeftijdscategorie? Nou ja, kijk, weet je, jongeren hebben de toekomst. En ja, hoe vroeg je ermee moet beginnen, dat is de vraag. Ik zat dus gisteren, interviewde ik dat echtpaar waarvan de man dementie heeft. En die, zijn vrouw vertelde, ja, het gaat heel langzaam bij die man. Maar ik heb alles moeten overnemen, zegt ze. Vroeger regelde hij alles. En nu kan hij dat allemaal niet meer, nou moet ik het doen. Maar, zei ze, hij is nog steeds een geweldige opa voor zijn kleinkinderen. En die kleinkinderen zijn 3 en 5. En die zoon zat erbij en die zei van, ja, voor die kinderen is die gewoon hun opa. Die vragen er ook niet naar. Die zeggen niet van, goh, wat doet opa raar of zoiets. Dat gaan ze wel doen als ze wat ouder worden. Hè? En wat ga je ze dan vertellen? Nou, als je er heel vroeg mee begint... Hè? Zo zou het eigenlijk moeten. Ja. En de mensen van jullie leeftijd, oké, jullie leven nog een hele tijd, dus het maakt heel veel uit of je, of we jullie groep kunnen bereiken om tot stand te brengen dat oude mensen, mensen met dementie, worden geïncludeerd. Dat zou een hoop schelen. Ik ben half en half betrokken bijvoorbeeld bij een project via de Tao of Care. Dat Annemij T, zeg je dat wat? Ja. Dan moet je maar eens googlen. Tao of Care. En op de hogeschool in Leeuwarden is er een project dat heet Kameraad. En daarin zijn studenten van jullie leeftijd buddies van mensen met dementie. Dus dat doen ze ten dele vrijwillig, ten dele doen ze dat in het kader van hun opleiding. Ja. En dat betekent dat ze bijvoorbeeld een middag in de week... op pad gaan met een vaste persoon met dementie, die nog thuis woont. Daarmee wordt bereikt dat de primaire mantelzorger, de partner, vaak wordt ontlast. Die kan even zijn eigen gang gaan, want zorgen voor iemand met dementie is heel zwaar. En die doen gewoon leuke dingen. Dat is welzijn. Ja. Dus die gaan met die persoon in gesprek, vertellen wat over zichzelf. Hè? Net zoals in gewone... relaties. Ja. Geven en nemen. Hè? Dus, en die gaan leuke dingen doen. Iets wat nog in het bereik van die persoon met dementie zit. Nou, daarmee krijgen die studenten, dat vertellen ze ook, een heel ander beeld dan ze hadden over mensen met dementie. En het is interessant. Ja. Want ik zeg altijd, dus als ik bijvoorbeeld
aan studenten vraag van, goh, wie van jullie ambieert een baan in de ouderenzorg? Ja. Nou, nee hè? En wat is het antwoord? Als ik zeg, waarom niet? Dan zeggen ze, nou ja, als ze eerlijk zijn, zeggen ze, nou, dat lijkt me saai, dat lijkt me nou niet het opwindendste. Hè? Verpleegkundigen die zeggen van, nou, ik ga liever op de ambulance werken, als in de ouderenzorg of in de spoedeisende hulp. Dan zeg ik, dus jullie vinden oude mensen saai? Ja, zeggen ze dan, als ze dat durven. Dan zeg ik, zal ik je eens wat vertellen? Jullie vinden oude mensen saai, zeg ik tegen die jonge mensen. Ik vind jullie saai. Eerlijk waar? Oude mensen zijn, dus, zo bedoel ik het niet, maar je begrijpt het punt, hè? Dus mensen, dat is mijn mening, mensen worden interessanter naarmate ze ouder worden. Want er komt steeds meer bij, waar of niet. Er is verval, ook interessant. Hè? Maar ik zeg tegen zo'n collegezaal, jullie zijn 21, je hebt nog niks meegemaakt. Je brein is nog niet eens uitontwikkeld. Hè? Dus, je prefrontale cortex duurt nog 10 jaar. Hè? Allemaal hoge cognitieve functies, zoals empathie en remming, en dat is allemaal nog niet uitontwikkeld. Daarom zijn pubers in de regel zo lastig. Dus geef mij maar oude mensen. En daar moeten ze dan om lachen. En ik bedoel het natuurlijk niet zo zwart-wit. Maar je snapt wel het punt. Ja. Dus het is heel erg interessant. Ja. En als die jongen dan, want ze zijn het voorbeeldje van als ze meelopen, dan verandert hun beeld. Ja. In welk opzicht dan? Waar komen ze mee terug dan? Ze komen terug met dat het beeld dat inderdaad mensen met dementie gewoon mensen zijn. Mm-hmm. Met behoeften. Dus ze zien meer de mens achter de ziekte. Hè? Dus iemand met dementie is niet zijn ziekte. Het is gewoon een mens. Ja. Met een ernstige aandoening die zijn welbevinden bedreigt. Ze komen terug met vaak met de ervaring wat het betekent voor henzelf om iets voor een ander te betekenen. Mm-hmm. Die ervaringen doe je natuurlijk ook op andere momenten in je leven op. Maar het is fijn. Het geeft een fijne gewaarwording als je iets voor een ander kunt betekenen, als je merkt dat iemand anders blij wordt van jou. Dus het empathisch vermogen wat dit betreft wordt aangewakkerd. Zo werkt het ook. Hè? Dus dat is ook de beste manier, zou je kunnen zeggen, om te leren. Vanuit ervaring, niet vanuit boeken, maar vanuit ervaring. En vanuit emotie. En dat proberen ze ook in dat project, dat probeer ik ook altijd als ik onderwijs verzorg, mensen emotioneel bij de kladden te pakken. Dat vergeet je nooit. Ja. Zie je? En dat soort ervaringen die veranderen je dus. Ik zal je een verhaal vertellen. Hè. Mijn vader had ook dementie. Die is al 5 jaar dood. Woonde lang thuis. Ging goed, dankzij een voortreffelijke relatie met mijn moeder. Die had Parkinson en dankzij onze hulp. En het laatste jaar ging niet meer goed. Want toen brak hij zijn heup kom. En toen ging het niet meer. Werd in een verpleeghuis opgenomen. Is hij goed verzorgd. Hij was zeer dement. Want hij herkende mij bijvoorbeeld lang niet altijd meer als zijn zoon. Dan dacht hij dat ik zijn broer was. Bijvoorbeeld. Dus hij voelde wel dat ik bij hem hoorde. Maar dan dacht hij, zei hij, dan ben je toch een lieve broer, zei hij tegen me. Ik werd gebeld door de verpleeghuisarts een keer. Die zei, er is een ernstig probleem met uw vader 's nachts. Ik vroeg, welk probleem nou, zei hij. Hij wordt 's nachts wakker, dan is hij bang. Dan kruipt hij zijn bed uit. Hij kon niet meer lopen door die heupbreuk, maar wel kruipen. En hij kruipt bij andere mensen in bed met dementie. Dat zei de verpleeghuisarts. En ik vroeg, want ik heb dat natuurlijk al heel vaak meegemaakt, ik vroeg, is dat een probleem? Ja, zijn verpleeghuisarts, is een probleem, want die mensen bij wie die in bed kruipt, die willen dat niet. Die worden bang of boos, dan kan je iemand anders niet aandoen. Dat is waar. Ja. Dus ik ging het navragen bij de verpleging. Ik zei, als mijn vader dat doet, zit daar iets seksueels bij? Had gekund. Nee, zeiden ze. Hij kruipt bij een man of bij een vrouw in bed, dat maakt het niet uit. Dan kunnen er 2 dingen gebeuren. Of die ander wil het niet, dan heb je oorlog. Of die ander wil het wel. Dan zeiden ze van, nou, bijvoorbeeld die mevrouw die gaat dan met haar arm om je vader heen liggen. Of meneer Gerrits gaat tegen de kont van je vader liggen en dan liggen ze lepeltje te knorren. Nee. Dus ik zei tegen de verpleeghuisarts, er zitten 2 kanten aan de zaak. Want kijk, zoals ik het interpreteer,
Mijn vader, ik kan ook niet in zijn hoofd kijken natuurlijk, maar hij heeft diepe dementie, hij wordt wakker. Hij is bang en hij gaat op zoek naar de geruststellende aanwezigheid van een ander menselijk lichaam. Veiligheid, intimiteit. En dat kan ik begrijpen, want dat is een basisbehoefte van mensen. En hij heeft 60 jaar bij mijn moeder in bed gelegen. En daarvoor, als jonge man, lag hij bij zijn broer in bed. Dat was een groot gezin, dat kwam vroeger veel voor. En met weinig geld, hij had geen eigen bed. En toen heb ik aan de verpleging gevraagd, willen jullie mij de mensen aanwijzen die het goed vinden dat mijn vader bij ze in bed kruipt? Ze wezen mij 2 mannen, 2 vrouwen aan. En ik ben met de families gaan praten om te kijken of we op 1 lijn konden komen. Ik zal je zo vertellen wat mijn moeder daarvan vond. De uitkomst was 50-50. Was bijvoorbeeld een dochter die zei tegen me, meneer, ik begrijp wat u bedoelt, maar het feest gaat niet door. Dat zei ze. Was treffend gezegd, want het was een feest voor haar moeder, want die ging lekker tegen mijn vader aanliggen. En mijn vader vond het ook prima. Geen seks, gewoon tegen elkaar aanliggen. Ik zei, mag ik vragen waarom niet? Ja, zei ze, het werd ze een beetje pinnig. U kent mijn moeder helemaal niet, zei ze. Maar ik ken mijn moeder wel en dit is zo niks voor mijn moeder. Vreemde man bij erin, dat had ze nooit gewild. Ik zei, nee, maar nu wel. Verandert dat iets voor u? Nee, zei ze, verandert niks. En ja, toen realiseerde ik me, dat is een emotioneel bezwaar voor die dochter. Waren andere mensen die... die zeiden, nou ja, als dat goed is voor uw vader en voor mijn vader, mijn moeder, doen we dat toch? En zo komt dat mijn vader het laatste jaar van zijn leven, zeg ik altijd, met wisselende partners heeft geslapen. En de verpleging die legde ze gewoon bij elkaar in bed. Okay. Heel goed. En ik vroeg mijn moeder, wat vind je daar nou van? En toen zei mijn moeder tot mijn verrassing van, nou, dat hier bij een andere kerel in bed ligt, vind ik prima. Maar dat hier bij een andere vrouw in bed ligt, vind ik een moeilijk beeld, zei ze. Ik kon begrijpen. Maar, zei ze, ik gun het hem, omdat ik van hem hou. Wat vind je daarvan? Dus ik zei tegen hem, je bent geweldig, hè, want je begrijpt je dementie, noem maar op. Die dochter trouwens, daar vertelde ik dit verhaal. Die kwam 2 weken later naar me terug en die zei, meneer, ik blijf het moeilijk vinden, maar we moesten toch maar proberen. En dit geeft aan dat een emotioneel bezwaar alleen maar kan worden getackeld door een emotioneel argument. En dat is ook het mechanisme van het leren door jongeren. Laten ervaren, laten voelen, dan komt het in orde. Als ik niet had ingegrepen, hadden ze gezegd van mijn vader, die meneer Hogeveen heeft probleemgedrag. Die is seksueel ontremd. Ja, dan had hij haloperidol gekregen. Een psychofarmacum, en dat had hem geremd. En dat had ik verboden onmiddellijk, als dat was gebeurd. Maar dat gebeurt zomaar. Dat is dus redeneren wat die arts deed vanuit de ziekte. Nee, hij vertoont normaal gedrag, normaal menselijk gedrag, alleen die ziekte zorgt ervoor dat hij daarin de boel niet overziet. En niet kan bedenken van, ja, maar deze mevrouw, dat is een vreemde mevrouw, daar ga ik toch niet bij in bed liggen. Dat speelt natuurlijk in zijn hoofd niet. Ja. Hij denkt waarschijnlijk dat het zijn vrouw is, of dat het zijn moeder is, of dat het zijn broer is. Of hij denkt het misschien niet, hij voelt het. Zijn brein zegt hem dat. Dus dat is het punt. Oké, dan even terug naar de werkgroep. Er waren inderdaad al 11 speerpunten, waarvan er 2 dan belangrijk waren. En dat was geloof ik scholing en de verandering van maatschappelijke beeldvorming. Waarom die 2 tussen al die anderen? Ja, omdat die misschien het meeste verschil kunnen maken. Dat was de inschatting van de werkgroep. En al die andere dingen die moeten ook gebeuren. Bijvoorbeeld de laatste gaat over de regelgeving. We hebben verschillende procedures, de WMO, de WLZ. En dat werpt allemaal schotten op. Het zou zomaar kunnen dat als iemand dus thuis woont en allerlei hulp krijgt, maar het wordt erger en iemand komt in een andere financieringsstroom, dan valt een heleboel weg. Weet je wel, dan moet je helemaal overnieuw beginnen. Het slaat nergens op. Ja. Dus 1 loket, dat is heel erg belangrijk. Case management ook zo belangrijk. Een vaste vertrouwenspersoon voor mensen thuis. Meteen vanaf het begin. Die mensen die ik gisteren interviewde, die zei ik van, goh, wat heb je nou gemist, vroeg ik die mevrouw. Nou, toen zei ze, ik had 5 jaar eerder hulp moeten krijgen.
Ik heb het allemaal zelf moeten uitdokteren. Nu die diagnose is gesteld, krijg ik dan hulp. Heb ik een case manager, maar ik ben al 10 jaar daarvoor naar de huisarts gegaan. En die stuurde me met een kluitje in het riet. Oh, het is nog niet zo erg. Nee, haar man was een slimme man. Die zat veel cognitieve reserve. Weet die huisarts veel? Nou, het zal maar niet zo erg zijn. Ja. Hè? Maar deze twee dingen dus. Scholing. Dus jonge mensen. Daar is de meeste winst te halen. Jonge mensen beter toerusten op dit gebied. En als tweede, voor de hele samenleving, verandering van de beeldvorming. Ja. Door dingen op tv te laten zien, door trainingen te geven. In de Albert Heijn, bij wijze van spreken. Wat ook, vonden wij een heel goed idee, is een soap maken. Een televisieprogramma maken, hè, bij wijze van spreken goede tijden, slechte tijden. Ja. Ik weet niet of het er nog is, maar dat was heel populair. Ja. Of iets waar grote groepen mensen naar kijken. En daar moet je dan vooral alles in gooien waar mensen graag naar kijken. Hè, relaties en dat soort dingen. Hè. Maar zet dementie erin. Want dat hoort ook bij het gewone leven. Ja. Hè? Zodat mensen kunnen gaan meeleven met die familie die dementie krijgt. En als je het op een goede manier weet te doen en je pakt mensen daarbij, dan kun je ze van alles leren. Ja, dan wordt er niet zoveel gedaan. Nee, wordt niet gedaan. Dat zou heel erg interessant zijn vanuit jullie studie ook. Van hoe zou je dat eens kunnen doen? Hè? Ja. Zo'n goede, geen documentaire met geleerde dingen of zoiets. Nee, menselijke dingen, een soap. Wat gebeurt er? Hè? Je laat iemand zien, je laat allerlei relaties zien van jonge mensen. Die jonge mensen hebben ouders en dat zijn leuke ouders, die doen leuke dingen. En de kijker krijgt sympathie voor die mensen. En een van die mensen die krijgt dan dementie. Yeah. En dat laat je zien wat dat betekent en wat dat voor jonge mensen betekent. En wat dat voor de kleinkinderen betekent. Yeah. Nou, als je een goede serie maakt die populair wordt, nou, dan bereik je ontzettend veel mensen. Dus dat lijkt een heel interessant idee. Ja. En in de werkgroep heb je ook genoemd voornamelijk zeg maar scholing en dan specifiek werd er genoemd beroepsonderwijs. Maar hoe zit het dan met HBO en universiteit? Zit daar een verschil in of moeten die eigenlijk ook net zo goed aangepakt worden? Ja, maar er zit wel verschil in. Het is meer een praktisch argument. Okay. Als je bijvoorbeeld in zo'n huis als dit is een verpleeghuis, ja. Als je na zou gaan wie hier werken en wat het opleidingsniveau is van die mensen, mm-hmm. Dan kom je op beroepsonderwijs. Dus verzorgenden die hebben een mbo-opleiding. Een mbo-opleiding die heb je ook in verschillende niveaus. En uiteindelijk is dat aan de ene kant een geldkwestie, want als je bijvoorbeeld kijkt in de zorg voor mensen met verstandelijke beperking, ja. Is het opleidingsniveau van de medewerkers gemiddeld veel hoger. Okay. Dat is een geldkwestie. Okay. Maar goed, we hebben ook meer mbo'ers dan hbo'ers in Nederland. Ja. Maar wordt er dan meer geïnvesteerd in bijvoorbeeld gehandicaptenzorg? Als we zeggen, het is een geldkwestie? Ja, nou ja, niet absoluut. Want we hebben veel meer ouderen dan mensen met verstandelijke beperking. Ja, okay. Maar ja, je kunt je afvragen hoe dat komt. Ik denk dat het komt, onder andere, omdat we meer van onze jonge mensen houden dan van onze oude mensen. Dat denk ik. En dat is aan de ene kant cultureel bepaald. Mm-hmm. En aan de andere kant is het ook genetisch bepaald, denk ik. Want omdat we geprogrammeerd zijn om te houden van en te zorgen voor jong en kwetsbaar. Bijna iedereen vindt babytjes schattig. Yeah. Zo is dat. En dat roept bij je vertedering op en emotie. Yeah. Maar diezelfde reactie voel je niet bij als je een oude mevrouw met een rollator ziet. Nee. Dan voel je iets anders. Ik denk dat dat wel ook, en het heeft te maken met de positie van ouderen. Yeah. Want er zijn ook culturen in de wereld waar hoe ouder je wordt, hoe hoger je status. Ja. Yeah. Dat bestaat ook. Dan heb je een hele andere positie. Ja. Dus de ouderenzorg hobbelt achteraan.
Maar er gaat verschrikkelijk veel geld in om. Dus als de overheid zegt van ja, luister eens, daar zit een keer een eind aan. Ja. Dat is natuurlijk zo. Ja. Maar het is ook verschrikkelijk inefficiënt georganiseerd. Ja? Ja. Hoezo? Nou ja, al die schotten die er zijn. Weet je? Die regels die er zijn. Ja. En nou, laatst was ook in het nieuws, ik geloof dat de nieuwe minister dat beweerde, dat als je alle verpleegkundigen een uur per dag minder zou laten administreren, dan zou dat 20.000 banen opleveren. Dat hadden ze uitgerekend. En dat is de grote vloek van ook hier de ouderenzorg. Er moet geregistreerd worden. Ja. Dat heeft allemaal te maken met risicobeheersing. Ja. Er hoeft maar weer wat te gebeuren. Salmonella, infectie, dan gaat iemand dood. Ja. Ik zeg dan, waarin? Gaat iemand dood? Ja, dat is in het gewone leven ook. Dat is voor de familie spijtig. Maar we hebben 600 verkeersdoden per jaar. Ja. Dat is het leven. Ja. Dus als het betekent dat er gaat iemand dood omdat iemand niet heeft, goed heeft opgelet bij het koken van een eitje. Ja, dan moet je natuurlijk erg goed op letten. Maar dat hoort erbij. En als de reactie dan is van, hé, luister eens, je moet elke dag controleren de temperatuur van je koelkast. En dat opschrijven, want de inspectie controleert erop. En dat is niet de schuld van de inspectie. Dat zijn de regels die we met elkaar zelf hebben verzonnen. En kijk, als ik dadelijk onder de tram loop, dan staat er een berichtje in de Haagse Krant. Ja. Zo'n berichtje. Als hier een van de bewoners naar buiten gaat, omdat we die vrijheid geven, omdat we denken dat dat kan, omdat die persoon graag een straatje omloopt, en dat hebben we met de familie besproken. Als die onder de tram loopt, dan staat SBS6 en de Telegraaf hier voor de deur. En worden er kamervragen gesteld. Ja. Hoe is dat mogelijk dat je die persoon niet hebt beschermd? Dan vind ik een schande. Ja. En dan zeg ik tegen mijn directeur, als dat gebeurt, moet jij zeggen dat die persoon onder de tram die is gelopen, dat is niet erg, moet je met de reis. Dat is niet erg. Nee, het is helemaal niet erg. Ja, dan moet je de reactie zien, maar dan moet je het uitleggen. Ja. Dan moet je zeggen, nou ja, niet erg. Tuurlijk, in individueel niveau voor die familie is het erg. Maar in het grote geheel is het absoluut niet erg. Want het is heel normaal, dit is het leven. Het is net zo erg als andere verkeersdoden. Als je de hele boel gaat dichttimmeren, blijft er geen leven meer over. Ja. Als ik tegen jou zou zeggen, van, nee, je moet niet in de, als je ouders tegen jou zou zeggen, dan niet meer in de auto gaan hoor. Dat is gevaarlijk. Niet met vliegtuig mee, nee. Ook niet uitgaan 's avonds, niet doen, gevaarlijk. Wat blijft er dan van je leven over? Ja. Je reduceert wel het risico. Ja. Maar ook het leven. Ook het leven, ja. Ja, precies. Oké, en je zei al, je bent ook veel bezig met op internationaal gebied dan. Dus ik noem wel voorbeelden van cultuurverschillen. Nou, was er ook een stukje wat ging over buiten Nederland? Vijf jaar. Migrant, mensen met een migratieachtergrond. Ja, precies. Maar ook op groter niveau van wat doen andere landen en op het gebied van ouderenzorg en dementie. Enig idee wat er gedaan wordt buiten Nederland? Nou, om te beginnen, dat zal je misschien verrassen. Mm-hmm. Nederland staat in de top 5 van mondiaal voor de kwaliteit van de ouderenzorg. Okay. In de top 5. Iedereen komt naar Nederland kijken. Zo is het. En hier wordt er gezeurd hoe slecht het allemaal is. Ja. Er is veel te verbeteren, dat is waar. Maar Nederland staat echt in de top 5. Okay. Omdat wij een land zijn met fantastische voorzieningen. Ja, toch? We betalen ons gek aan belasting, dat is ook zo. Maar daar krijgen we enorme voorzieningen voor terug. Maar je kunt veel leren, ook van andere culturen. Bijvoorbeeld, ben je bekend met wat blue zones zijn? Dan moet je niet op de blauwe zone googelen, want dan krijg je de parkeerschijf. Maar blue zones, dat zijn gebieden in de wereld, dat wordt al 30, 40 jaar bestudeerd, waar mensen opmerkelijk oud worden. Okay. En die gebieden bestaan over de hele wereld. Dat zijn vaak geïsoleerde gebieden en opmerkelijk oud. Dat betekent, hier in Nederland heb je ongeveer een levensverwachting van 80 jaar. Yeah. Dat is behoort relatief tot de top van de wereld, net zoals andere rijke landen.
Maar in die gebieden waar ik over spreek, is het boven de 90. Okay. Plus significant minder ouderdomsziekten. Minder kanker, minder dementie, minder diabetes, minder hart- en vaatziekten. Ja, dat wordt natuurlijk bestudeerd. Dat is interessant. Hoe komt dat? Ja. Nou, je snapt het al. Dat blijkt in belangrijke mate levenswijze te zijn. Mm-hmm. En wordt bestudeerd wat dat is. Ja. Nou, er zijn een aantal voor de hand liggende factoren, zoals voeding. Dus verse voeding, veel groente en fruit, weinig vlees, veel bewegen. Dat is ook heel erg logisch. Maar andere factoren zijn nog veel interessanter. Namelijk in die gebieden, het varieert van Okinawa, eilandengroep bij Japan, tot aan de andere kant van de wereld, Loma Linda, Californië, waar de Zevendaagse Adventisten wonen. Het zijn conservatieve methodisten, die leven volgens het Oude Testament. Interessante factoren zijn, dus in Japan bestaat er niet eens in die regio een woord voor pensioen. Mensen gaan nooit met pensioen. En dat is heel erg belangrijk. Je moet aan de gang blijven. Je moet nieuwe dingen blijven doen. Maar ook de positie die je hebt, namelijk in die culturen hebben we met elkaar gemeen, dat ouderen betekenen iets. Dus die houden zingeving. Die staan hoog in de pikorde. En de sociale dingen zijn belangrijk. Al die culturen die worden gekenmerkt door een hoge mate van betrokkenheid op elkaar. Ja. Dat kan van alles zijn. De basis bijvoorbeeld in Okinawa is voorouderverering. Mm-hmm. En in Loma Linda geloven ze in een bepaalde variant van het christelijke geloof. Maar het maakt niet uit wat het is. Nee. Het is wat jou samenbindt. Ergens bij horen. Iets gemeenschappelijks hebben. Steun ondervinden. Dat zijn factoren die belangrijk zijn. En daar kun je ontzettend veel van leren. Ja. Het is eigenlijk een recept voor een goede oude dag. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja. En in Nederland, mensen met migrantenachtergrond, laten we zeggen mensen die nu dementie hebben, maar die ooit, laten we zeggen, in Turkije of Marokko zijn geboren. Ja. Dat zijn vaak de armere mensen daar geweest die hier naartoe zijn gekomen. Die brengen hun cultuur dus mee. Hun kinderen zijn hier geboren. Ja. Dus die zijn half Nederlands qua cultuur, half de cultuur van hun ouders. En daar spelen dingen, ook moeilijke dingen, zoals dat dementie een taboe is. Ja. Dat je niet gauw om hulp vraagt, dat je dat in de familie zelf oplost. Omdat je daar anders voor zou moeten schamen als je dat doet. Je hoort voor je ouders te zorgen, dus dat laat je niet door een ander doen. Wat ben jij voor een zoon of dochter dat je dat niet doet? Weet je wel, dat speelt in die cultuur. En dat brengt met zich mee dat die mensen lang buiten beeld blijven. Ja. Terwijl de familie net zo'n zware taak heeft. Maar de andere kant van de medaille is dat ze heel goed zorgen voor vader en moeder. En die daarbij houden. Ja. Dus je kunt, daar zitten allerlei voor's en tegens, maar daar kun je van leren. Campagne opgesteld voor je. Ja. Maar hoe en wat stond er niet precies bij? Is er een plan voor een campagne of wat daar gevolgen? Ja hoor, er lopen diverse campagnes en die worden niet allemaal, zijn niet allemaal aangesloten of aangestuurd door wat de werkgroep heeft gedaan. De werkgroep heeft een aantal specifieke aanbevelingen gedaan die opgepakt kunnen worden. Maar we hebben bijvoorbeeld de campagne Samen Dementievriendelijk. Dementievriendelijk, samendementievriendelijk.nl. Daar kunnen mensen cursussen volgen. Online cursussen van doe eens dit, doe eens dat. Er worden vanuit die campagne mensen getraind in de Albert Heijn. Bijvoorbeeld in een recent nummer van Denkbeeld. Dat is de tijd waar ik hoofdredacteur van ben. Doen we een verslag bijvoorbeeld. Is een case manager. Heeft zo'n Albert Heijn, die heeft training gehad. En dan gaat een case manager gaat proef op de som. Die gaat met iemand met dementie naar Albert Heijn. Ja. En die persoon die gaat de boodschappen doen. Ja, die kan dat natuurlijk niet meer. Ja. Nou, eens kijken hoe dat zit, wat voor hulp die krijgt. Nou, dan zie je dat er hele mooie dingen gebeuren, maar dat er ook nog veel nodig is. Ja. Dan hebben de
dan wordt er geworven voor dementievrienden, zoals ze dat noemen. Ja. Dus in Japan en in Engeland is die campagne al jaren. En dat betekent dat jij je laat registreren als dementievriend en dat je als het ware belooft dat je iets zal doen voor mensen met dementie. Al is dat maar iemand in de straat. Hè, dat kunnen hele kleine dingen zijn. Hè, van die buurman die dement is en die iedere keer dat je hem tegenkomt vraagt wie jij bent en zich voorstelt. En iedere keer doe jij dat. Hè? Omdat jij weet, van ja, dat kan die persoon niet onthouden. Dus elke keer is de eerste keer voor die man. En zo gedraag jij je, omdat je weet dat je daarmee iets goed doet. En is dat in Nederland ook al? Of is ja. Oké. Ja. Okay. Ja. We hebben nu de campagne Dementie Zorg voor Elkaar. Daar zit ik ook in de programmacommissie. En die vragen zich ook op allerlei manieren af, hè, van wat kunnen we doen? Eigenlijk precies hetzelfde als de opdracht van de werkgroep. Wat kunnen we doen om mensen erbij te houden en mensen met dementie een zo goed mogelijk leven te laten leven? Oké. En er werd ook genoemd, nou, de goede uitvoering daarvan zou een documentaire zijn. Nou, is het misschien ook logisch, want iedereen er ook in zat in de werkgroep. Maar op basis waarvan is die keuze gemaakt? Dat er een documentaire uit moest komen? Want ik begreep dat dat in het advies zat. Een documentaire of een serie? Of een documentaire serie was het. Nee, het was een serie. Serie. Ja, dus dat is waar we eigenlijk net over praten. Dus niet zozeer... Kijk, documentaires over dementie, die zijn er genoeg. Ja. Maar het gaat erom, je moet het leven van alle dag bij de mensen binnenbrengen. Ja. Je kunt een documentaire doen waarin professor Scheltens weer eens aan het woord komt. Die vertelt over onderzoek naar medicijnen en dit en dat. Dat moet ook gebeuren. Je moet invoelbaar maken voor de mensen wat het betekent als iemand waar jij van houdt, je vader of je moeder of je partner, dementie krijgt. En wat er dan nodig is. Ja. Dat moet je laten voelen. Hè? Bijvoorbeeld, ik vraag wel eens aan, en dan kun je het een beetje navoelen. Heb jij op dit moment een partner, een relatie? Nee? Jij? Nee. Ook niet? Nee. Oké. Nou, wat ik dan wel eens aan mensen vraag is, mensen zijn al 10 jaar getrouwd of zoiets. Wat vind jij nou de leukste 2 eigenschappen van je partner? Nou, dan gaan mensen iets zeggen. Hè? Bijvoorbeeld, ja, omdat hij altijd zo lief voor me is, bijvoorbeeld. Hè? En omdat hij humor heeft. Ik zeg, nou maar wat, dat zou ik niet willen missen. Hè? Dat zou ik me zo samen lachen. Dan zeg ik, oké. Stel je voor, jouw partner krijgt dan een hersenaandoening. Mm-hmm. En verdraait nog een toe, die aandoening haalt deze eigenschappen bij hem weg. Hij is niet meer lief tegen je. Kan hij niks aan doen, dat is de hersenaandoening. En zijn humor is ook ver te zoeken, daar kan hij niks aan doen. Het is ten dele een cognitieve functie, maar is weg. Wat betekent dat? Hou je dan nog van hem op den duur? Dat is de vraag, hè? Ja. En ook als je het op jezelf betrekt. Bijvoorbeeld, als ik jou zou vragen, schrijf nou eens 10 dingen op die voor jouw leven van essentieel belang zijn. Waar jij ongelukkig van zou worden als je die zou moeten missen. Waar denk je het eerst aan? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, dat is het eerste waar je aan denkt. Hè? Dus de mensen die bij jou horen, die van jou houden, waar jij van houdt. Ja. Dat is ontzettend belangrijk. Je bent niks zonder die mensen. Net zoals ik niks ben zonder de mensen om mij heen. Daar kun je niet niks bij voorstellen. En daarnaast, en dit geldt voor iedereen, en daarnaast zijn er dingen die met jou of mij te maken hebben. Bijvoorbeeld, ik zou lezen niet willen missen. Mm-hmm. Dat doe ik veel, maar misschien geldt het voor jou minder en doe jij iets anders. Ja. Wat doe jij bijvoorbeeld? Muziek. Muziek, nou, dat zou je maakt ook muziek. Ja, gitaar. Nou, als jij een hersenaandoening zou krijgen waardoor jij dat niet meer zou kunnen... Ja, dat zou erg zijn, hè? Ja. Dan moet je voorstellen, heb jij 10 dingen opgeschreven en ik heb 10 dingen opgeschreven. Ja. Dan wisselen wij de blaadjes. Ja. En dan zeg ik tegen jou, en ik doe het ook, streep er 5 weg. Willekeurig. En dan krijg je je blaadje terug. Ja. Dan kijk je wat je kwijt bent.
Die muziek ben je kwijt. Ja. Dat is erg. Ja. En dan kun je dus afvragen, dat is een oefening in empathie. Mm-hmm. Dit gebeurt dus met mensen met dementie. En wat wij nou moeten doen, is kijken of we daarvoor kunnen compenseren. Ja. Dus als ik voor jou zou moeten zorgen en ik weet dat muziek heel belangrijk voor jou is, maar jij kan door je aandoening niet meer gitaar spelen, dan moet ik met jou en met je familie na gaan denken, hoe kan ik daarvoor compenseren? Wat kan ik dan wel doen, waardoor we om die handicap heen kunnen, waardoor zij toch nog, en als dat lukt, ja, dan draag ik bij aan de kwaliteit van je leven. Ja. Zie je? Dus en het maakt dus verschil, dat voel je wel. Ja. Ik zou het je kunnen vertellen. Dus als ik bijvoorbeeld zeg van, ja, mensen met dementie zijn gewoon mensen met dezelfde behoefte als jij en ik. Ja, ja, zeg je dan, dat is dan zo. Ja. Maar dat doet verder niks intern met je. Maar als we zo'n oefening doen, weet je wel, en jij, ik laat het je echt doorleven van wat dat voor jou zou betekenen als jij je muziek kwijt bent. Ja, dat vergeet je niet meer. Ja. En als jij als kameraad in zo'n buddyproject zo te werk gaat, en jij weet een stukje levensplezier terug te brengen voor iemand met dementie, door op die manier, dan vergeet je ook je leven niet. Nee. En dat is niet alleen fijn voor die persoon, dat is ook fijn voor jou. Ja. Want dat is belonend. Ja. Als ik mezelf voor praten, denk ik soms, ik ben een dominee. Maar ik meen het wel. Een docent. Oh ja, docent. Ja. Dan mag het ook. Ja, dan mag het ook. Oh ja. Oké, even kijken. We zijn al bijna aan het eind gekomen. Dit is natuurlijk teruggegeven als rapport. Zijn er enig idee wat ermee vervolgens mee is gebeurd? Ja, het verdwijnt niet in een la. Rapporten verdwijnen vaak in een la. Dus daar, het wordt zeker meegenomen in die initiatieven die er zijn. Hè? Die staatssecretaris Van Rijn, hoe de nieuwe is, dat moeten we zien. Maar de staatssecretaris Van Rijn was beslist een goede staatssecretaris. Okay. Geredeneerd vanuit de sector. Ja, hè? Ik ken die sector heel goed. Ja. En als ik zie wat die man heeft gedaan en waar hij voor heeft gestaan, dan denk ik petje af. Okay. Hè? Van echt het veld serieus nemen, de aandoening serieus nemen. Wat ook hielp, is dat zijn eigen moeder, meen ik, dementie had. Okay, dat is ook interessant. Ja. Dus als ik kabinetsformateur was, dan zou ik bij de benoeming van mensen rekening houden, niet alleen met hun inhoudelijke deskundigheid, maar ook met hun ervaringsdeskundigheid. Ja. Dus zo'n staatssecretaris die veel moet doen met de ouderenzorg, dan zou ik zeggen van, ja, nee, die nemen we maar niet aan, die heeft geen demente moeder. Nee. Dat zou ik zeggen. Bij wijze van, hè? Ja, okay. Ja, maar dat scheelt. Als je dus teruganalyseert wanneer maatregelen zijn genomen op allerlei gebieden, hè, dus een paar regeringen geleden, is er veel gedaan voor het basisonderwijs. En ik ben overtuigd dat het mede kwam omdat er bewindspersonen waren die zelf in de recente historie, heel kort geleden, zelf schoolgaande kinderen hadden gehad. Ja. Zie je? Die hebben ervaren wat het is, wat er speelt, hoe noodzakelijk dat is. Ja. Ja, en als je, dat is ook een van de strategieën van Alzheimer Nederland, die natuurlijk proberen die ook te lobbyen en te bewerken in de politiek. Ja. Die weten heel goed welke Kamerleden een demente moeder hebben. Ja. Die weten dat heel goed. Ja. Ja. Oké. Als allerlaatste, daar zijn wij persoonlijk ook best wel nieuwsgierig naar. Hoe ziet de toekomst uit voor dementie? En dan niet eens zozeer de nabije toekomst, maar er wordt vaak gezegd, dementie is een ziekte. Het is een soort van ziekte, maar er zijn heel veel verschillende redenen om dat te kunnen krijgen. Dus je kunt het niet oplossen, maar is dat zo? Nou, kijk. Wat we in ieder geval weten is dat dementie een verouderingsziekte is. Ja. Hoewel je het ook op jonge leeftijd kunt krijgen. Net zoals kanker een verouderingsziekte is, kun je ook op jonge leeftijd krijgen. Maar het overgrote merendeel van de mensen is oud die dat krijgt. Oud worden is, zou je kunnen zeggen, opeenstapeling van schade. Dat is het.
Als jij, nou dat is niet onvriendelijk, dat is onvriendelijk als ik, ieder jaar een foto van mijn gezicht maak. Ik ben nu 60. Laten we zeggen, ik had het gedaan van 40 tot 60 en ik ga er ook nog door tot 70. Dan zie je de veroudering in mijn gezicht. Je ziet de opeenstapeling van schade. Dat is wat er gebeurt. Dus jouw cellen slijten. Er zijn allerlei processen in jouw cellen die voor reparatie zorgen, die voor vervanging zorgen. Maar dat houdt een keer op. Hoe precies we geprogrammeerd zijn is niet bekend, maar men denkt dat we geprogrammeerd zijn ongeveer op 120 jaar. Dit betekent opeenstapeling van schade, hartvaatstelsel, speelt een grote rol bij het ontstaan van dementieën. Alle oude mensen hebben vaatschade. Dus we zeggen doorbloeding, hè, wordt minder. Nou, het heeft allemaal effect op je hersenen. Als je niet let op je hoge bloeddruk op mijn leeftijd, krijg ik lacunaire infarct in de witte stof. Ben ik te klos als ik 75 ben. Dus daar moet ik op letten. De hersenen van oude mensen nu zijn al in veel betere conditie dan de hersenen van oude mensen 30 jaar geleden. Dat komt door de betere levenswijze, de betere voeding, de betere preventie, preventie van hart- en vaatstoornissen, hoge bloeddruk enzovoort. Maar je kunt niet tegenhouden. Als je oud wordt, ga je dood. Ja. Zo is het. Hè? En dat is, ja, dat is eigenlijk een beetje ook de vloek, denk ik, van de medische insteek. Mm-hmm. Joris Slaats, dat is een internist, Leiding Academy on Vitality and Aging. Die zegt terecht, arts nota bene, ja, de medische wereld is gericht op het uitstellen van sterven. Ja. Maar ik weet niet, zegt hij, of ouder worden nou wel zo goed is. Hè? Het gaat toch veel meer om gelukkig oud worden. Daarbij gaat het om dingen als aandacht, liefde krijgen, zingeving, daar gaat het om. Mm-hmm. Nou, dus je zou je af kunnen vragen, wat wil je nou? Dus al die miljarden die worden gepompt in dat onderzoek, hè, naar amyloïdhypothese bij Alzheimer. Ik wil niet zeggen dat het weggegooid is, maar een heleboel mensen denken daar toch over. Van, joh, luister eens, dat is vechten tegen de bierkaai. Het is wel zo dat je van alles kunt doen, dat weten we ook wel, in de preventieve sfeer. Als jij nu al goed sport, dus je beweegt volgens de beweegnorm, hè, dus een half uur matig intensief per dag, en je houdt dat vol je hele leven, dan kan jij nog dementie krijgen, maar je drukt het zeker naar achter. Ja. Dus zou jij passief blijven, dan zou je het op je 75ste krijgen. Doe jij zo actief, goed voor je hartvaatstelsel, dan krijg je het toch als je blijft leven, maar misschien op je 85ste. Ja. Dat is winst. Dus ik denk dat we voorlopig geen doorbraak hebben. Mm-hmm. Dat het aantal mensen met dementie dus blijft stijgen omdat we steeds ouder worden. Mm-hmm. Dat de preventie wel beter wordt, dus dat het niet zo hard zal gaan als wel gevreesd wordt. Okay. Maar we zitten nu dadelijk met de dubbele vergrijzing, dus er komt een gigantische golf aan. He, al die mensen die in de jaren 50 zijn geboren, was een geboortegolf. Ja, die zijn in 2030 allemaal oud, boven de 80. Ja, en we weten dat boven de 80 een bepaald gedeelte dementie krijgt. Ja. Dus het gaat stijgen van 300.000 mensen nu naar 600.000 mensen in 2050. Ga er maar aan staan. Hoe moeten we voor die mensen zorgen? Ja. He? Dus je moet wel dit soort huizen gaan verdwijnen. Ja. Ja. Er blijven sterfhuizen over, laat ik nou eens zomaar zeggen. Hè? Dus instellingen waar mensen met dementie in de laatste fase, het is al in gang gezet hoor. Okay. Want 20 jaar geleden was het zo dat iemand die in een verpleeghuis werd opgenomen, daar gemiddeld 3 jaar verbleef voordat hij overleed. Okay. Nu is het al minder dan 1 jaar. Okay. Mensen blijven steeds langer thuis. Okay. Hè, dus we zullen wel moeten. Jij moet voor je ouders gaan zorgen. Of je nou wil of niet. Nou, dat is veel te algemeen gezegd, maar dat zal moeten. En natuurlijk is het zo, kijk, mijn generatie al gaat zelf zijn maatregelen nemen. Je denkt toch niet dat ik me in een verpleeghuis laat opsluiten? Dat ga ik niet doen. Nee, ik neem van tevoren maatregelen. En dan bedoel ik niet levensbeëindiging, ja, dat zou ook kunnen. Maar dat denk ik helemaal niet aan. Nee, ik ga zorgen met mijn vrienden. Bijvoorbeeld. Ja. Dan zou ik van, moet je horen, er zijn een aantal mensen, daar ben ik al
driekwart van mijn leven vrienden mee. Ja. Ik zeg tegen die mensen van, joh, luister, als er wat met een van ons gebeurt, we blijven voor elkaar zorgen. Je blijft met mij de dingen doen die je altijd deed. Mm-hmm. En als ik het niet meer kan, pas je aan. Ik beloof dat ik hetzelfde voor jou doe. Ja. Zo moet het. Hè? Dus waar het naartoe gaat, weten we niet. Nee. Heb je het interview gezien vorige week door Adriaan van Dis met Stephen Fry? Nee. Weet je wie het zijn? Adriaan van Dis en Stephen Fry? Het zijn mensen van mijn leeftijd. Adriaan van Dis is een schrijver die een heel bekend literair programma had. En daar ontving hij zeer beroemde schrijvers van over de hele wereld. Stephen Fry is er zo een Engelsman. Interessante man met een bipolaire stoornis. Die heel veel doet en weet ook van moderne technologie. En die zei, die heeft een boek geschreven over de Griekse goden. Yeah. Nou, ik weet niet of je iets weet van de Griekse mythologie. Maar er zijn een aantal van die Griekse goden, dat lijken net mensen. Dus die Griekse goden hebben menselijke eigenschappen. Die haten elkaar of houden van elkaar of slaan elkaar de kop in. En op een gegeven moment kneden een aantal van die goden de mens uit klei. En Zeus, de oppergod, weigert om de mens reflectievermogen en creativiteit mee te geven. Okay. Dat willen die goden die de mens kleiden. Nee, Zeus weigert het om redenen die van hem zijn. En ze luisteren niet. Een van die goden is Pandora. Mm-hmm. En dan gaat Pandora's box, misschien wel van gehoord, open. Yeah. En dan krijg je alle ellende. Yeah. Stephen Fry zei iets heel interessants. De geschiedenis gaat zich herhalen, zei hij. Okay. Dat hadden die Grieken goed gezien. Hij zegt, het duurt geen 100 jaar meer. En ik denk dat hij gelijk heeft. Voordat er een nieuwe soort opstaat. Want de ontwikkelingen gaan razendsnel. Gentechnologie, robotica. Ja. En het duurt misschien geen 100 jaar meer voordat wij een menselijke robot kunnen maken die ontzettend lijkt op mensen. En daar worden nu al bioscoopfilms over gemaakt. Ja. Hè? En dan zullen wij voor de vraag komen te staan, moeten wij die robot bewustzijn meegeven als we het kunnen? En creativiteit en reflectievermogen. Dat zal een belangrijke vraag zijn. En Stephen Fry zei, ik denk dat de uitkomst dan zal zijn dat we dat gaan doen. En dat dan precies hetzelfde zal gebeuren als wat met de Griekse goden gebeurde. Die Griekse goden hebben we niet meer nodig. Hè? Het geloof is nog wereldwijd verbreid. Fry is een atheïst. Maar we hebben de goden niet meer nodig om ons bestaan te verklaren. En deze nieuwe soort zal ons niet meer nodig hebben. Dus kijk wat er in de toekomst gebeurt. Ja. Of we een oplossing zullen vinden voor het verouderingsvraagstuk. Kijk, als we leren doorgronden wat veroudering is, op moleculair niveau, dan zul je erop kunnen ingrijpen. Ja. Nou, vergis je niet, er wordt een zoetwaterpoliepje bestudeerd, de Hydra. Die kun je met het blote oog nog net zien. En dat beest heeft een enorme regeneratief vermogen. Als je die in gunstige omstandigheden houdt, blijft die leven. Zo'n beest heeft ook een levensverwachting. Hè, die past bij de soort. Ja. Maar die kun je verhonderdvoudigen. Okay. Dus het mechanisme is er. Wij zijn geen hydra, maar het mechanisme bestaat. Ja. Hè, dus als we dat kunnen doorgronden en je krijgt vervanging van organen, weet je wel, door stamcellen die opgekweekt kunnen worden. Allemaal dingen waarvan we nu nog maar een flintertje kunnen overzien. Maar dit zal razendsnel gaan. Dus je hebt kans dat, ja, dat gaat gebeuren. En eerlijk gezegd, betreur ik het niet dat ik dan niet meer leef. Want je moet je voorstellen, als jij de keuze zou hebben om 200 jaar te leven. Als jij de keuze zou hebben. Ik weet niet wat je intuïtief zou doen. Ligt aan, want de rest met je meeleven. Ja, maar die zou ook met je meeleven. Ik zou wel geïnteresseerd zijn. Je zou geïnteresseerd zijn, hè? Maar het zou betekenen of jij kinderen kunt krijgen. Ja. Want dat kan natuurlijk niet. Dat als de wereldbevolking 200 jaar blijft leven. En mensen blijven gewoon zoals nu kinderen krijgen.
Ja, dat gaat enorme in rap tempo overpopulatie betekenen. Dus daar zal paal en perk aan moeten worden gesteld. Zie je? Dus daar gaat een enorme prijs komen. Ja. En, dus ja, hoe het allemaal verder moet, dat weten we niet. Dat weten we niet. Dan ga ik het hierbij laten. Goed.